Deze week mocht de IJzercup een interview afnemen bij de beste schaatssprinter ter wereld. En hij stelt zich graag nog even voor. Hallo, ik ben Stefan Groothuis. Afgelopen jaar wereldkampioen sprint in Calgary en wereldkampioen afstanden op de 1000 meter. Zijn dat ook meteen je beste prestaties tot nu toe, wat je net vertelde? Ja, dat zijn zeker mijn beste prestaties tot nu toe. Ik rijd al een paar jaar of heel wat jaren op het hoogste niveau mee. Maar het was me tot nog toe steeds niet gelukt om echt een grote wedstrijd te winnen. Wel 5 keer Nederlands kampioen sprint en ik geloof 7 of 8 wereldcups gewonnen. Maar uiteindelijk telt het natuurlijk echt om de WK's zijn toch de belangrijkste wedstrijden. En gelukkig heb ik afgelopen jaar 2 keer een WK wereldkampioenschap weten te winnen. Dan mis je eigenlijk nog 1 overwinning eigenlijk, of niet? Ja, nou ja, ik snap wel wat je bedoelt, de Olympische Spelen. die worden dus ook gewoon 1 keer in de 4 jaar gehouden. Ik heb 2 keer meegedaan en 2 keer ging het helaas niet zoals ik gewenst had. Ik ga ervan uit dat ik straks in Sochi er ook gewoon weer bij ben. En dan ga ik zeker een gooi doen naar het goud. Maar of dat gebeurt, dat zullen we zien. Als ik de afgelopen jaren rijd, dan ben ik zeker een van de grootste kanshebbers. Je bent al 30 jaar, denk ik, hè? Nou, je ziet eigenlijk dat je steeds toch beter gaat rijden ieder jaar. Ben je een laatbloeier, wat dat betreft? Ja, nee, dat lijkt me wel. Er zit wel echt een steady state in, of een stijgende lijn gewoon eigenlijk vooral constant. Eigenlijk heb ik bijna geen jaar gehad dat ik echt een jaar slechter was het jaar daarvoor. Alleen de stapjes waren af en toe redelijk klein en ook kleiner dan ik graag wilde. Maar desondanks heeft er altijd een stijgende lijn in gezeten. En ook was het afgelopen jaar dus weer mijn beste jaar en het jaar daarvoor ook. En, nou ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk, hè? Dat het elk jaar gewoon weer een stukje beter kan. Dus ik hoop dat het komend jaar misschien nog wel beter gaat. Hoewel afgelopen jaar al echt heel perfect was. Stel eens voor dat je over 2 jaar een mooie Olympische plak binnen hebt gehaald. En daarna gaat het schaatsen nog steeds, misschien wel over 7 jaar, nog steeds hartstikke goed. Ben je dan nog steeds een schaatser? En je zoon is hartstikke trots op papa natuurlijk, wat hij allemaal doet en presteert. Ja. Nou, 7 jaar, dat zie ik nog niet gebeuren, dat ik nog zo lang doorga. Maar ik kijk eerst naar Sochi en als het daarna nog goed gaat, vind ik belangrijk. En het belangrijkste dat ik het dan nog leuk vind, dan ga ik wel door, denk ik. Maar dat hangt er dus helemaal vanaf of ik er nog lol in heb en of de resultaten er nog zijn. En dat is altijd een lastig punt van wanneer zou je dan stoppen, maar ben ik nu eigenlijk nog helemaal niet mee tuurlijk. Bezig. En ik ben dan denk ik nog wel eventjes schaatsen. En wat daarna komt, dat zie ik dan wel, dat weet ik nog niet. Stefan, wat is de IJzercup voor je? Ja, dat is van oudsher een hele mooie wedstrijd. Ik vind het goed initiatief dat ze proberen daar weer nieuw leven in te blazen. En zeker nu met combinatie met de selectiewedstrijd voor het NK afstanden, dat ook echt ergens om gaat. Je hebt aangegeven dat er misschien een aantal van je team ook op de IJzercup zullen rijden. Omdat ze zich wellicht nog moeten plaatsen voor het NK afstanden. Wil je ze nog succes wensen? Nou jongens, doe jullie best. En heel misschien ben ik er ook nog bij als we niet de trainingskamp zijn. Maar ik ben bang dat ik er niet ben. Maar wie weet sta ik toch nog aan de start ook op de IJzercup. Maar anders heel veel succes allemaal. Bedankt Stefan en jij ook heel veel succes met het komende schaatsseizoen.